De bouw van de vakschool in Apura is niet zonder slag of stoot gegaan. Dit vertelt Dennis Wongsodirio, voorman van bouwbedrijf NVABC, aan onze nieuwsdienst. In november 2019 is de bouw van de school begonnen, met de bedoeling de school binnen 8 maanden op te leveren. De COVID-19-pandemie en andere zaken zorgden echter voor grote stagnatie. En dan had je ook problemen met koersschommeling. Koersschommeling hadden we ook. En je weet, de transport van de stad naar hier was niet echt gemakkelijk. Want toen de tijd was die weg echt bar slecht. Dus die obstakel hadden we. Ja. En dus konden we allang hadden opgeleverd. Het bouwbedrijf legt nu de laatste hand aan het schoolgebouw, zodat de school op korte termijn opgeleverd kan worden. Wongsodirio zegt dat de school een oppervlakte heeft van 3000 vierkante meter, bestaande uit 11 ruimtes en 3 toiletgroepen. Ook voor leerkrachten zijn er woningen gebouwd. We hebben ook leerkrachtenhuizen hier, we hebben 7. Ja. We hebben 2 kamers, we hebben 4 2-kamerswoningen en 3 3-kamerswoningen. Ja. Ja. En is ongeveer ook bijna 800 vierkante meter als je allemaal optelt, al die 7. Dus totaal komt het op? Bijna 4000 vierkante meter kan je zeggen. De voorman vertelt dat de lokalen gebouwd zijn naar de diverse technische vakken die op school verzorgd zullen worden. Enkele van de vakken zijn constructie, montage en landbouw.